Meneer Verwerven, u bent deze avond geweest. Wat vond u van deze avond? Nou, ik vond het een hele zinvolle avond dat ze de burger de kans geven om op dit rapport te reageren. Omdat, zoals sommige mensen al zeggen, de kleinschaligheid, het dicht bij elkaar zijn, het gemeentehuis dichtbij, dat men dat een bepaalde waarde toekent. Maar je moet ook niet vergeten dat we door de overheid misschien verplicht worden om een groter samenwerkingsverband aan te gaan om de kosten laag te houden. En als we het hebben over 100.000 plus, dan is 3 gemeentes bij elkaar is nog maar 60.000. Dus ik kan mij daar prima in vinden. Alleen zou ik voor mijn gevoel Elburg er wel bij betrekken. Gezien de regio Noord-Veluwe. En Elburg en Oldebroek hebben ook heel veel overeenkomsten. Dus dan zit je op 80.000. En ik denk dat er dan goed samenvalt te werken. Als je nu naar kijkt naar H2O, al mijn 3 gemeentes, Hattemheer, de Oldebroek. Daar is ook een behoorlijke samenwerking aangegaan, ook op financieel gebied. En ik denk dat ook de zorg die er straks aan zit te komen, wat de gemeentes moeten gaan doen. En iedere gemeente daar weer mensen op te leiden om dat van de AWBZ zorgkantoor over te gaan nemen. Nou, dat brengt heel veel kosten met zich mee. Ja, maar toch was u in het begin van de vergadering van deze avond wat kritisch, want u had er toch wel een vraagteken bij. Nou, dat was dat ik mij zorgen maak, omdat ik meerdere petten op heb. De Stichting Gemeente Dree is maar een kleine zorginstelling. Het nadeel daarvan is als je grote gemeentes hebt die inkopen moeten doen voor de zorg, dat ze bij een grotere club als Philadelphia en Cerelo, die weet ik veel hoeveel meer dan 1000 bedden hebben, dat die het werk worden gegund en dat de kleintjes hier in de regio dan eronder sneeuwen. Daar maak ik mij zorgen over. Ja. Dat betekent dus dat het eigenlijk het einde verhaal is voor Gemeente Dree? Nee, dat betekent dat niet. Dat zou kunnen betekenen dat we een samenwerkingsverband weer aan moeten gaan met andere zorgmaatschappijen. Dat je wel je eigen identiteit houdt, maar met een grotere club meeleeft. Dat heeft ook weer zijn voordelen. Die hebben heel veel kennis in huis. Had u dat niet meteen kunnen doen dan? Nee, dan kan je niet neerzetten wat je wilt. Dus toch iets eigenwijs. Toch iets kleinschaligs begonnen dan? Ja, kleinschalig begonnen, maar omdat het een heel aparte tak van sport is. Als je naar Gemeente Dree kijkt, is dat zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Die in deze regio geen plek hebben waar ze terecht kunnen. Dan moet je in Apeldoorn voor het dichtstbijzijnde. Mm-hmm. Nou, en wij zijn niet zo op Apeldoorn gericht. Dus als hier dan een plek is en als dat later bijvoorbeeld bij EBC Provila Zorg of bij Cerelo of professors in NAH. Er zijn takken van sport genoeg waar je eventueel aan zou kunnen sluiten waar je best thuis voelt. Ja. Als we even teruggaan naar die fusiegemeente, dus Hattemheer, de Oldebroek, zou je dan niet meteen Elburg erbij betrokken willen zien? Dat het meteen van begin af aan meteen 4 gemeenten zou kunnen zijn? Misschien 5 Epen erbij? Nou, ik denk Epen meer op Apeldoorn is gericht. Ik heb net een briefje ingeleverd waar ik voorstel om in 2014 het ambtelijk apparaat te laten gaan samenwerken en van mijn part lijken uit elkaar op te ruimen. En verplicht 2018 een fusie aangaan met 4 gemeentes. Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde. 80.000 plus. Ja, ja. En u denkt dat het enige kans van slagen heeft? Ik denk het wel, omdat die identiteit en culturen erg op elkaar lijken. Elburg heeft een stedengebied wat op Hattem lijkt. Dus ze kunnen ook van elkaar weer wat leren. En de industrie, als je kijkt, Elburg heeft een eigen industrieterrein, H2O is er. Daar kun je ook van elkaar wat leren. Als iedere gemeente zijn eigen kennis in huis moet halen, dan daarom vroeg ik net ook, noem eens 10 punten op dat de voordelen zijn. Ik denk dat je minder inhuurkrachten nodig hebt, dus minder kosten naar buiten toe, als je eigen kennis in huis hebt. En 4 gemeenten hebben meer kennis dan 1. Wat vindt u van deze avond? Informatief. Bent u wijzer geworden? Jawel, ja. Nou, ik vond hem zeker aansluitend op het verhaal wat we vrijdag meegekregen hebben tijdens een werkbezoek. Vind ik het, ik denk wel dat de aantastpunt punten uitkomen. Onder andere, hoe communiceer je goed met de burgers? Hoe betrek je de burgers erbij? Nou, als je zegt over vrijdag, dat is misschien even voor de mensen thuis. Je hebt een studiereis meegemaakt naar Boekel en Maas en Peel. Maar goed, als het hier is, dan moet je toch wel een hele cultuuromslag maken. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hier hetzelfde geldt. Dat mensen wel. Zijn zeer terughoudend. Ja, maar ik heb jaren in de streek van Maas en Peel gewoond. Dus ik denk dat uiteindelijk terughoudendheid hier, als het om bepaalde zaken gaat, net zo groot is als dat die daar is. Nee, maar is dat niet een klein beetje de cultuur van ons Noorderlingen, zeg maar, van de Noord-Veluwe? De kat uit de boom kijken en eigenlijk hoe het gaat. Misschien dat ze in Brabant veel menselijker zijn, ja, in de goede zin van het woord, dan dat ze dus vlugger geneigd zijn om over te gaan dan in de Noord-Veluwe? Ja, als dat zo is, vergroot dat de uitdaging voor de gemeente. En zie je het gebeuren? Ja, mits je het goed aanpakt. En ik hoop wat dat betreft,
Als je ook ziet nu alweer hoe een korte discussie tussen politieke partijen plaats begint te vinden, waar mensen zich uitspreken. Als de politiek vooral zijn aandacht inhoudelijk richt en de tijd neemt om het land in te gaan. En ik denk dat daar het begint. Eerst zorgen dat je de mensen spreekt voordat je zegt ik wil eventueel gaan fuseren. Dan denk ik dat er zeker mogelijkheden liggen om het goed te implementeren. Ja, ja. Dat denk ik wel, ja. Dus eigenlijk is je standpunt begin goed van onder af aan en werk zo naar boven. Ja. Ja, dat is mooi samengevat. Bij mij staat Roelof. Roelof, je was een van de kritische vragenstellers. Waarom heb je die vragen gesteld? Nou, wat ik merkte is dat er in het rapport met name de punten van bestuurlijke organisatie aan bod kwamen. Dus hoe organiseren wij het, hoe zorgen we ervoor dat alles beter samenwerkt. Maar dat ging meer over de interne kijk op de zaak. En er werd wat minder naar buiten gekeken, voor mijn gevoel als burger, zeg maar. En volgens mij bestaat de gemeente voor een burger. Dus ik kwam wat weinig de burger tegen in het hele plan van in het rapport wat is gepresenteerd. Ja. Nou heb je het over een burger, nou ga ik nog een stapje verder. Nou ben jij een van de jongeren, je hebt de toekomst. Wat vind jij van een samenwerking, een fusie van drie gemeenten? Ik denk niet dat het een goed plan is. Waarom niet? Nou, omdat ik denk dat daarmee het draagvlak, daar is gewoon geen draagvlak voor. Omdat het is heel belangrijk dat een burger binding heeft met de gemeente. Wacht even. Geen draagvlak? Hoe? Waar haal je die wijsheid vandaan? Nou, wat ik eigenlijk bedoel is, er moet draagvlak zijn in een gemeente om te fuseren. Want de gemeente bestaat voor haar burgers. En wat ik denk is, als je naar hele grote gemeenten gaat, dat vermindert gewoon de binding van de burger met die gemeentes. Dat is eigenlijk heel logisch. En dat is waarom ik daar tegen ben. Je voelt je dus, als je een grote gemeente hebt, misschien meer een nummer in plaats van Roelof. Exact. Ja, oké. Okay. Maar goed, zie je dan nog wel toekomst om in de gemeente Oldebroek te blijven wonen? Of zeg je van nou, als het zo groot wordt, dan vertrek ik naar een plaats elders? Nou, ik heb bijna een huis gekocht in Apeldoorn. Dus dat zit er niet in. Nee. Oké. Okay. Maar goed, voor de gemeente, je hebt ook de plannen gezien. 3 gemeenten, 4 gemeenten. Wat is jouw gedachte? Praat met H2O, Heerde, Hattem, Oldebroek. Of betrekt er Elburg ook bij? Volgens mij kunnen we sowieso niet anders dan moeten we op een gegeven moment... Maar moeten is dwang, hè? Nou ja, op een gegeven moment zal het denk ik wel op dwang uitkomen, als ik een beetje de signalen zo hoor. Maar ik denk wel dat het verstandig is om Elburg erbij te betrekken. Vanaf het begin of later? Nee, vanaf het begin. Want op het moment dat je dat later doet, dan zullen zij zich altijd moeten schikken naar ons plan, zeg maar. En dan krijg je nooit een goede samenwerking. Als je zo deze avond bekijkt, wat is jouw gedachte hierover? Hoe ga jij nu zo meteen naar huis toe, behalve met de fiets of met de auto? Nou, ik ga zo naar huis toe, terwijl ik denk... Wat voor gevoel? Ja, mijn gevoel is dat het goed is dat de raadsleden dit hebben georganiseerd. Ze hebben eigenlijk de burger gehoord, want uiteindelijk wordt het ook gedaan voor de burgers. Daar gaat het om, die moet centraal staan, dus dat vind ik op zich wel goed. Maar ik denk dat we er nog lang niet uit zijn, omdat er zoveel verschillende visies leven, dat het nog een hele strijd gaat worden om dat tot één groot besluit te maken. Ja. Deze donderdag een raadsvergadering. Zit je op de tribune? Ja, absoluut. En wat denk je wat eruit komt? De raadsleden hebben dus nu eigenlijk niet gesproken behalve dan de ABO. Die heeft dus wel wat kruid verschoten. Maar wat denk je dat je dus nog wijzer zult worden dan donderdag? Nou, de ABO zei dat ze achter het rapport stonden, maar dat zegt eigenlijk helemaal niks, want in het rapport worden verschillende opties onderzocht. Dus zo uitgesproken was de ABO ook weer niet. En de andere kant, ja, ik denk dat we er donderdag ook nog niet uitkomen, want het is een zodanig complex dossier dat daar wel wat vergaderingen overheen gaan, denk ik. Even een hele andere vraag. Interesseert je politiek? Ja. En wat doe je dat ook voor je dagelijks leven of is het als jongere gewoon ingegeven? Ik hou me een beetje bezig met SGP Oldebroek. Daar luister ik een beetje mee met raadsvergaderingen, fractievergaderingen. En ik doe daar de PR en de website, Twitter, communicatie, dat soort dingen. Ze gaan toch op de moderne toer dus? Ja, tuurlijk. Ja, daar blijven we niet achter. Okay. Bij mij staat Hans Meijer. Hans, er waren wat kritische vragen van jouw kant. Je had het over lijken in de kast. Nou heb je al minder koffie gedronken en meer reorganisatie meegemaakt. Waarom heb je het over lijken in de kast gehad? Denk jij dat er dus nog iets verborgen zit in bepaalde kasten van Heerde, Hattem en Oldebroek? Nou, ik zou het voorbeeld geven in Middelburg-Vlissingen. Dat werd een gewest. Die twee steden zijn min of meer gefuseerd met elkaar, ondanks dat er nog wel 2 colleges zaten. Maar daar heeft dus betaald voetbal gezeten voor 1 jaar.
En er zijn kosten aan verbonden geweest die pas jaren later bovenkwamen. Ja, en als je een fusieproces ingaat, moet je dat soort zaken moet je helder in beeld hebben. Want anders kom je natuurlijk gigantisch in de problemen. Mm-hmm. En denk je dat het hier ook nog dan bovendrijven komt? Want ik zou geen lijk in de kast weten. Nou, ik denk als het H2O-verhaal een beetje verkeerd uitpakt, dan gaat dat vermogenskosten, denk ik, voor de gemeente Oldebroek. Ja, alle drie. Alle drie natuurlijk, maar dat heeft natuurlijk een wisselwerking op het fusieproces. Tevens. Is dat zo? Ja, denk het wel, want je zal die kosten zou je mee moeten nemen in het fusieproces. Twee. Ja, wacht even, H2O is toch een hele aparte afdeling? Is toch een eigen beleid en een eigen organisatie? Ja, maar rechtsonderaan, dan is er altijd een bedrag wat erbij moet of afgaat of gesubsidieerd moet worden. En dat betekent het gewoon dat de kosten die zullen dermate toenemen, dat heeft een effect. Op de fusie natuurlijk, want je zal dat goed in kaart moeten brengen. Begrijp ik dan uit je woorden dat je dus eigenlijk tegen een fusieplan bent, zoals het eigenlijk vanavond naar voren werd gewacht van drie gemeenten? Nou nee, ik ben niet tegen een fusie, maar ik denk dat er een hele goede strategie ontwikkeld moet worden. En de strategie die zou het volgende kunnen zijn, dat in alle drie de gemeenten moet je de zwakke en de sterke kant hebben, zowel bestuurlijk als in de uitvoering. Op het moment dat je helder hebt van wat zijn de zwakke en de sterke kanten, dan kan je daarop gaan investeren met menskracht en met nog een aantal andere zaken. En dan kan je medenemende dat alle nieuwe dingen die vanuit Den Haag over die schutting gegooid worden, dat je bepakt, gezakt. En dat je dus die situatie ook daadwerkelijk als drie gemeentes aan gaat kunnen. En dat je niet weer naar diverse adviesbureaus moet gaan, want dat gaat weer kostenverhogend werken. Dus zorg er nou voor, en dat werd net ook door de onderzoeker gezegd, ga nu investeren in de mensen. Ga nu al investeren, ondanks dat je praat over 2016. Dus maak nou vooral dat onderzoek van wat zijn de zwakke en de sterke kanten en wat zullen we nodig hebben in de komende tijd. En ga daar nu aan beginnen en niet in 2017. Ja. Nou, vond ik ook wel een hele terechte opmerking dat je ook kijk hebt op de mensen van de organisatie. Dat je denkt, investeren op die man die dus eigenlijk heel goed is in zijn zaken. Heb je er concrete voorbeelden van? Nou, ik heb een aantal voorbeelden. Ik zal één chargerend voorbeeld noemen. We hadden iemand die zat bij bouwkunde, zat die vergunningen uit te geven. En die deed al niet meer dan vergunningen. En in een reorganisatieproces werd hij op onderhoud van de sportterreinen gezet. Nou, dat zijn twee hele verschillende dingen. En ik denk misschien dat die man of vrouw het hartstikke goed doet. Maar dat zijn natuurlijk zaken waar je heel voorzichtig te werk mee moet gaan. Want dan krijg je ook daardoor problemen in de toekomst. Job rotation is hartstikke goed, maar de man of vrouw moet het werk wel aankunnen. Dat betekent dus de juiste man op de juiste plaats. Dat is met het college zo, dat is met wethouders zo, dat is met burgemeesters zo. En waar ik zou voor willen pleiten is dat we gaan netwerken. Gaan netwerken, want 2017 moet de fusie zijn. Stel dat die drie gemeentes bij elkaar komen, dat dat zo doorgaat. Maar dat we gaan netwerken naar allerlei instanties en vooral naar Den Haag van, om aan te tonen van hoe wij ervoor staan. En dat je contacten legt. Burgemeester Jan Fransen was een netwerker in Zwolle en die heeft Zwolle daardoor op de kaart gezet. Dus er zal toch iemand hier vanuit deze drie gemeentes moeten komen om dat netwerk aan te trekken. Zowel naar de provincie, zowel naar het Rijk en naar diverse andere instanties. Ja. Jij noemde net even in het gesprek even heel vlug cultuur. Denk je dat alle plaatsen dezelfde cultuur in slag hebben? Nou, ja, misschien doe ik nou een deur open. Ik denk dat de inwoners van Oldebroek zelf beter bij Elburg zouden passen. En dat de inwoners van Wezep meer bij Hattem en Heerden zouden passen. Maar ja, dat is een persoonlijke inschatting. Maar ja, dat is een gevaarlijke uitspraak misschien. Ja. Zou je misschien Elburg ook meteen als vierde gemeente bij het gesprek aan tafel willen hebben? Nou, als dat de kwaliteit verbetert, dat we daar dus een sterkere organisatie door zouden kunnen krijgen. Dat we de toekomst met gemak aan kunnen, zowel vooral op wettelijk niveau. Hè, want de WMO gaat natuurlijk een beslag leggen straks. En er komen weer bezuinigingen aan in Den Haag. En wat komt er nou nog weer extra zo meteen over? Nou, als dat Elburg daar aan mee zou kunnen, ja, waarom niet? Oké. Zie je kansen voor ons? Nou, kijk, als je kansen zijn er altijd, want als je niet denkt aan kansen. Nou, uitdagingen. Nou, uitdaging. Als je niet denkt aan uitdaging, moet je stoppen. Nou, dat is wel kort maar krachtig, ja. Oké. Okay. Ja, we zijn aan tafel geschoven bij Jan Klein met twee dames. Ze zijn in drukke discussie. Jan, hoe komt deze avond over als ex-wethouder bij je over?
Nou, ik vind het een hele goede avond. Het is alleen jammer dat er zo weinig burgers zijn die niet direct betrokken zijn bij de politiek. Hoe mobiliseer je dat die mensen wel komen? Ja, dat is heel moeilijk. Dat blijkt wel. Maar het zou denk ik verstandig zijn als je zo'n belangrijke beslissing neemt dat je toch een traject uitzet. Een soort communicatieplan waarbij je toch probeert via de media om het onderwerp wat actueel te maken. Maar het was toch alleen maar een voorlichtingsavond. Het was toch niet meteen dat we dus nu moesten gaan beslissen dat we gaan fuseren en of samen gaan werken? Dit is een voorlichtingsambtenaar, maar de bedoeling is, kijk, de colleges van BMW hebben al een uitspraak gedaan dat ze een fusie willen. Donderdag komt het onderwerp in de raad en daar wordt ook een standpuntbepaling verlangd. Nou, op het moment, ik denk dat de tijd nog niet rijp is om nu die beslissing te nemen en dat het onderwerp eerst meer bekendheid moet worden. Je wilt meer draagvlak van onderen? Nou, mensen moeten weten wat dat voor hun betekent. Wat gebeurt er nou als we het niet doen, als we het wel doen? En daar moeten ze tijd voor hebben om over na te denken. Ja. Nou, anders krijg je die discussie achteraf en dan krijgt de politiek dat weer op het bord. Zo van over ons en zonder ons, zo werkt het altijd. Dus er moet tijd genomen worden om het goed tussen de oren van de mensen te krijgen. U bent inwoner van de gemeente Oldebroek. U komt van het Loo, op het Loo. Ja, woont op het Loo moet ik zeggen. Nee, oh, niet. Tussen Wezen ben ik. Oké, tussenwezen. Hoe is deze avond bij u overgekomen? Het is zeker een beslist een zinvolle avond, maar inderdaad gewoon het stukje dat er gewoon te weinig burgers zijn, dat valt gewoon heel erg op. En ik denk dat dat echt een gemiste kans is, ook voor vele burgers. Want het was wel heel bekend via de sociale media. Nou, bent u een van de kritische dames geweest, want u heeft er hier nog eentje zitten, die eigenlijk niet voor een fusie zijn van Heerde, Hattem en Oldebroek. U wilt eigenlijk liever zelfstandig blijven. Waarom eigenlijk? Op dit moment kunnen ze nog steeds de voordelen om echt het samengaan met de besturen, hè, dat er dus één burgemeester komt, dat kunnen ze me nog steeds niet goed uitleggen wat daar echt de voordelen van zijn. Ze leggen het wel uit, maar ik denk dat de praktijk gewoon anders is. Dus u heeft hier een avond gezeten en als ik het dan even heel kort door de bocht mag vertalen, is hier een beetje wollig gesproken? Nou, zo komt het wel op mij neer, ja, bij mij over. Oké, voel je dat ook zo, Jan? Nou ja, er zitten hier bestuurders in de zaal en er zit een organisatieadviseur die een bepaalde taal spreken en die is redelijk abstract. Dat is geen Jip en Janneke taal dus? Nee, wat Hans Meijer zei is natuurlijk waar, want wat mensen willen weten is wat betekent dat voor mij, want dan krijg je een zinvolle discussie. Wat altijd blijft is het sentiment van de eigen gemeente. Voor wat die waard is. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat de organisatieadviseur terecht zei dat de verschillende dorpen, dat er net zoveel verschillen tussen zitten als tussen de gemeenten. Wezep en Oldebroek, die kun je niet met elkaar vergelijken. En in die zin zijn Heerde en Oldebroek, er zitten ook verschillen tussen, maar ook overeenkomsten. Dus in die zin, maar hoe mensen dat beleven. En ik denk dat het een belangrijke factor in de politieke discussie wordt. De SGP heeft wel laten weten dat ze liever richting Elburg willen. En het laat zich raden waarom. Ja, okay. Even een vraag hoor. Is het ook een soort belevingsangst wat u heeft dan? Nee, dat speelt eigenlijk helemaal niet. Want ik ben wel heel erg voor om veel verder door te gaan met het samenwerken. Dus dat, hè, gewoon beleid en op de zorg, op het onderwijs, op politiezaken, op wat er allemaal maar speelt. Dat moet gewoon geïntensiveerd worden. Daar ben ik beslist voor. Maar ik denk dat het ook met 3 bestuurders kan. Ja. Even nog naar deze mevrouw toe. U was ook een van die kritische dames die zegt van ja, eigenlijk liever niet. Heeft u dezelfde reden als uw buurvrouw? Nee, ik denk dat ik sowieso eigenlijk te weinig informatie heb om echt een beslissing te kunnen nemen. En dat... Wacht even, dat betekent dus dat de communicatie dat vanuit het gemeentehuis niet goed is naar de burgers toe? Ja, ik heb het idee dat dit een fait accompli is. Je wordt gewoon gezegd van dit is eigenlijk de enige optie. De keuze is genomen. Dus u voelt zich voor de blok gezet? Ik heb niet het idee dat er echt een effect is van de mening van de burger. Nee. Ja, voel je ook voor het blok gezet? Ik voel me nog niet voor het blok gezet. Maar ik denk wel dat er wel een hele overtuigende meerderheid
binnen de fracties al is voor de laatste optie. Dus ja, ik weet niet of het blok is. Ik volg gewoon de ontwikkeling en ik heb er nog niet helemaal het goede zicht op. De consequenties worden je ook gewoon niet verteld. Dus inderdaad wat u ook zegt, van ja, hoe kun je aangeven wat je voor of waar je, wat je positie is als je niet weet wat de precieze consequenties zijn? Kunt u dat een klein beetje begrijpen, Jan Klein? Ja, dat kan ik begrijpen, ja. Ja, want zo faalt er iets dan bij het gemeente van de communicatie naar de burger toe? Naar de inwoners van de gemeente Oldebroek? Nou, kijk, er is natuurlijk nodig over geschreven. Ik wil niet direct zeggen falen. De vraag is of het nog niet te kort is. Kijk, ik denk dat je bij zoiets ingrijpend dat je de tijd moet nemen zodat het iedereen het goed tussen de oren krijgt. En als je nu een beslissing neemt, denk ik dat de helft van de bevolking nog nauwelijks weet waar dit over gaat. Ik begrijp dus dat ze een klein beetje te hard van stapel lopen. Ik begrijp wel dat ze haast hebben, omdat Den Haag ook haast heeft. Maar je moet niet forceren, want dan krijg je later op je bord. Ja, maar haast. Dat wordt door Plasterk ook weer teruggenomen. We wilden eerst 100.000 mensen hebben in een stad. Dat is ook alweer teruggedraaid. Dus wat dat betreft, hoezo haast? Nee, maar goed, je merkt ook dat er oppositie is. En Plasterk moet ook gas terugnemen. Wat ik wel eigenaardig vind, dat de provincies wel roepen dat die gemeenten moeten fuseren, maar als ze het zelf moeten doen, dan geven ze het niet thuis. Dus, die hebben ook boter op hun hoofd. Ja, maar dat is vers 2. Dat komt er misschien dan ook nog wel eens een keer aan. Hoe heeft u deze avond verder ervaren? Nou, ik vond het heel prettig dat deze avond er was. Het is voor mij ook veel duidelijker geworden wat eigenlijk het punt is. Wat ik zei, van dan lijkt mij niet zo heel veel discussie mogelijk als dit de alternatieven zijn. Mm-hmm. Maar dat vind ik dan ook jammer, omdat ik denk, misschien zijn er wel alternatieven, nog of verdere alternatieven. Heeft u, en dan praat ik even heel wat anders, heeft u zich wel eerder voor politiek geïnteresseerd? Of nu alleen omdat het een fusiesamenwerkingsverband zou kunnen gaan worden? Nou, wat dat betreft ben ik denk ik wel de echte burger. Zoals als mezelf raakt, ben ik wel geïnteresseerd, ja. Ja, maar ik bedoel dus, u loopt al die avonden af. Zodra er wat is, informatieavonden, bent u er betrokken bij? Of zegt u van nou, ik bekijk het meer van de kantlijn en als het echt op mijn pad komt, dan ga ik echt erheen? Nee, ik probeer wel naar informatieavonden toe te gaan. Ja. En die deelt uw mening ook, mevrouw Verhuizen? Ja, ik ben ook vaker naar informatieavonden geweest, ook over... Uit hoofden van een bepaalde organisatie of vanuit de interesse? Beide. Ja, beide. Dus nee, daar ga ik zeker naartoe. Ja. Nee, dat, nou, ik, ja, zo lang woon ik nog niet. Ik ben niet een geboren en getogen Oldebroeker, maar ik woon hier nu 25 jaar in de gemeente. En nou, hoe ouder je wordt, hoe meer je ook betrokken raakt. Bij mij staat Jennifer, de organisator eigenlijk van deze avond, de Partij van de Arbeid, moet ik zeggen. Je hebt eigenlijk heel veel ruimte meegekregen dat alle partijen zijn gekomen. Dat is al heel fijn natuurlijk. Hoe heb je deze avond zelf ervaren? Nou, als eerste moet ik even zeggen dat we het met elkaar hebben georganiseerd. En in de uitvoerende sfeer heb ik het in een en ander mogen doen. Maar dit is echt een avond van ons allemaal die we met elkaar georganiseerd hebben. En ik heb het als heel positief ervaren. Ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben. Vooral ook om gewoon te luisteren. En ik heb dat vanavond ook al tegen de aanwezigen gezegd. Want dat was eigenlijk het doel van vanavond. Met name gewoon luisteren naar wat de inwoners vertellen hebben over dit onderwerp. Nou, dan ben ik zeer benieuwd. Wat ga je zo meteen meenemen naar de raadsvergadering van aanstaande donderdag? Nou, wat vooral bleek is dat we tot nu toe heel erg naar binnen zijn gericht als raad. Dat werd hier ook wel gezegd. We hebben heel erg nagedacht over wat is het beste voor je organisatie. Wat betekent het allemaal? Wat komt er allemaal op ons als gemeente af? Maar we hebben eigenlijk nog heel weinig daarover gehad met de burgers. We zijn nog heel weinig erover naar buiten getreden. Dus nu moeten we eigenlijk de blik weer naar buiten wenden. En met de mensen in gesprek. Dus dat heb ik vanavond meegenomen. En vooral ook dat mensen het belangrijk vinden dat dingen goed georganiseerd zijn aan de achterkant. En daar vertrouwen ze ook op dat daarin goede keuzes worden gemaakt. Er werden wel wat kritische kanttekeningen bij geplaatst vanuit ervaring die mensen zelf hadden opgedaan. Maar het gaat ze ook met name om hoe ze daar zelf bij betrokken worden en ook wat het voor henzelf betekent. En dat moeten we de komende tijd goed voor het voetlicht brengen. En ook culturele verschillen
werden bijvoorbeeld vanavond genoemd. Maar hoe zit dat dan? Dat zijn dingen die ik van vanavond heb meegenomen. Dat we daar goed met elkaar over moeten hebben in het vervolgtraject. Ja. Ben je met deze één avond, ben je daarmee uit de brand? Of zeg je van nou, er zullen nog vele avonden van deze moeten volgen om de burgers echt te raken bij ons proces om een fusieoverdracht te maken met Hattemheerde en Oldebroek? Ik denk dat we nog maar aan het begin staan van het proces. En dat heeft er vooral mee te maken dat we tot nu toe heel erg vooral naar binnen hebben gekeken. Naar onze eigen raad, naar de raden van Hattem en Heerde, naar onze organisatie. En dit is eigenlijk pas voor het eerst dat we ermee naar buiten komen. En wat mij betreft is dit het begin. En hoe het precies vorm zal gaan krijgen, dat weten we nog niet. Maar er moet zeker een vervolg komen. Ja, een gevolg zeker. Ik heb in de wandelgesprekken ook wel gehoord dat het een klein beetje eigenlijk een bekeken zaak is. Eigenlijk veel te laat als een soort mosterd naar de maaltijd. Nee, absoluut niet. De beslissing is nog niet genomen. Sowieso is het ook pas donderdag de eerste keer in Oldebroek dat we er als raad met elkaar formeel over praten. Natuurlijk hebben we het onderling er heel vaak over. We hebben ook heel veel contact als fracties onderling. En we hebben natuurlijk ook de presentatie van het college gehad. We hebben heel veel informatie verzameld als raadsleden. Maar donderdag is het ook pas voor het eerst dat wij als raad erover gaan praten. Dus ook wij staan eigenlijk nog maar aan het begin van dit proces. En wij als raad zijn uiteindelijk de verantwoordelijk voor hoe dit proces gaat lopen. En wat ons betreft staan we nog maar aan het begin daarvan. Ja, aan het begin zeg je, en de raad gaat donderdag erover praten. Heb je eigenlijk ook misschien een idee dat je 2014, dat je misschien afgerekend zou kunnen worden bij de verkiezingen als je dus zou gaan over een fusie? Nou, afgerekend worden moet je nooit bang voor zijn. Je moet staan voor je keuzes, vind ik altijd. En als de kiezer daar iets van vindt, dan is dat het volste recht van de kiezer om daar iets van te vinden. En dat kan betekenen dat ze juist op je gaan stemmen, maar dat kan ook betekenen dat ze niet op je gaan stemmen. Waar we wel over moeten nadenken is of dit een beslissing is waarvan wij zeggen zelf, we hebben daarvoor het mandaat gekregen van de kiezer in 2010. Of dat we zeggen, dat hebben we niet. En vragen dat mandaat straks bij de verkiezingen. Dat kan een keus zijn. Je zou kunnen denken, wat vanavond ook gezegd werd aan een referendum, dat is een keus. Maar je zou ook kunnen zeggen, juist om ervoor te zorgen dat je niet straks in 2014 heel veel tijd kwijt bent aan het vormen van een nieuw college en het uitzetten van de lijnen van een nieuw regeerakkoord, een coalitieakkoord. Zou je ook kunnen zeggen, laten we nu alsjeblieft doorpakken en nu die beslissing wel nemen. Dus dat zijn al zo drie opties. Nou, die moeten we ook donderdag met elkaar bespreken van hoe gaan we daar nou verder in en wat vinden wij als partijen verantwoord daarin. Een verhitte vergadering, denk je? Ik denk niet dat die heel verhit zal worden, want we gaan als het dit onderwerp betreft heel goed met elkaar om en kunnen er heel goed over debatteren, vind ik, in de Raad van Oldebroek. Dat blijkt ook wel vanavond dat we dit ook met elkaar hebben gedaan. Daar ben ik echt heel blij mee. Echt een gezamenlijk initiatief. Daar ben ik echt trots op dat wij als Raad van Oldebroek daartoe in staat zijn. Dus ik verwacht dat het een hele bewogen discussie wel zal worden, maar wel heel zorgvuldig naar elkaar toe. Ja. Oké, Jennifer, bedankt voor het interview. Ik wens je heel veel wijsheid toe. Graag gedaan, dankjewel. En komende woensdagavond van 6 tot 7 bij Local Radio kunt u daar ook meer horen, want dan praten we verder met de raadsleden.